De strijd tegen het wassende water is poldermolen De Eendracht in Sebaldeburen vorige week duur komen te staan. Tijdens het wegpompen van duizenden liters water heeft de molen het begeven. De reparaties aan de molen zijn vandaag gestart. De Eendracht staat nu al bijna een week stil. Dinsdag was Henk hier aan het draaien en op een gegeven moment bleek toch dat de molen stil stond. En het euvel was bovenin de kap, kammen waren gebroken. En toen was het einde verhaal wat het draaien betreft met de molen. Er zijn ruim 60 kammen kapot gegaan en zonder kammen kan de molen niet draaien. Die kam, dat is een houten tandwiel. En zo'n kam, wij noemen dat dan kammen, dat is een tand zeg maar, die aangedreven wordt. Hè. Dat wiel wordt aangedreven door de wind. En die loopt weer op een ander tandwiel en die drijft een spil aan en die gaat zo naar beneden toe en die drijft weer een vijzel aan om het water op te pompen. Ook al was de molen al aan onderhoud toe, de zware weersomstandigheden hebben de molen vermoedelijk de das omgedaan. Het was eigenlijk al de bedoeling om ze dit jaar waarschijnlijk al te vervangen. Het was al wel bekend dat ze al iets minder waren. Maar goed, je weet natuurlijk nooit precies wanneer dat het gaat gebeuren dat ze stuk zijn. Het had nog jaren goed kunnen gaan, maar het bleek dus niet meer zo te zijn. En er brak een kam af en dan is het een fluitje van de cent en dan gaat alles kapot. Het is wel vervelend dat de molen niet kan draaien, maar als het weer zo blijft, houden mensen in het Westerkwartier gewoon droge voeten. Nou, op dit moment is het niet zo heel erg, want aan de Woldweg staat een gemaal en die heeft goed zijn best gedaan om het overtollige water hier weg te krijgen. En het is ook al een paar dagen weer droog, dus het gaat weer goed hier wat dat betreft. Hoi, Mark.